we were talking a lot about what are we grieving today, what are we feeling today, what is the everyday woman going through. Ik ben Michaela, ik kom oorspronkelijk uit Italië en ik ben 6 jaar geleden naar Nederland verhuisd om harp te gaan studeren. Dus voor Dagen in de Branding, ik ben bezig met een project met verschillende kunstenaars. Er is een creative writer, Julia Beth Harris. En dan is er een componist, Amarante Nat. Regisseur, choreograaf, dat is Pieter Leung. En een zangeres, Georgia Borasco. Ik ben eigenlijk begonnen met een onderzoek naar een lament. Dat is een deel uit een barok opera. En een beetje naar te kijken naar hoe zou vandaag zo'n lament kunnen klinken, maar vooral wat is ook de boodschap vandaag. In de Lamento d'Arianna van Monteverdi is de vrouw zeer ondergeschikt en eigenlijk sterft ze van verdriet omdat haar man haar heeft verlaten. En in de Lamento van vandaag is dat verdriet juist een katalysator om te onderzoeken wie zij is, los van iemand anders. One really special thing about this project was that the four of us talked a lot about what we've all gone through as young women. I feel very close to this piece, very close to Michaela, close to the composer. It feels especially personal. Vaak als muzikus krijg je een partij voor je, moet je dit gaan studeren, gewoon heel goed spelen en dat is jouw job. En nu heb je natuurlijk veel meer verantwoordelijkheden en het samenwerkingsproces wordt veel meer belangrijk. Vaak dat in een opera het is dat Ariana wordt gezien als ver weg personage waar die mensen zich misschien niet herkennen of ze kijken naar haar, maar wij willen echt een soort van een verbinding leggen met het publiek. Dus ik wil graag aan het publiek een ervaring meegeven en dat iedereen op zijn eigen manier wel geïnspireerd is. Thank you.